Een A4 waar het doorrijdt. Dat is hoe de automobilisten en beleidsmakers het graag zien. Om de doorstroming van het verkeer op deze weg te verbeteren, worden nu twee varianten onderzocht. In de eerste variant komt er een extra rijstrook over het hele traject tussen Burgerveen en de N14. Waar nu 2x3 rijstroken liggen, wordt het 2x4 rijstroken. Hopen we, hè, dat gaan we onderzoeken. Dat moet ook allemaal blijken of het ook daadwerkelijk overal kan. En daar waar nu 2x4 rijstroken liggen, zou het kunnen zijn dat het 2x5 rijstroken worden. In de tweede variant is ook deze extra rijstrook opgenomen. Daarnaast wordt er in deze variant ook gekeken naar een betere aansluiting van de in- en uitvoegstrook van de N11 op de A4. In het geval er een extra rijstrook komt, moet er wel een oplossing komen voor het ringvaartaquaduct ter hoogte van Roelofarensveen. Ook hier worden twee varianten onderzocht. De ene variant behelst het afbraak van het oude aquaduct en het maken van een nieuw aquaduct, zodat je in het nieuwe aquaduct genoeg ruimte hebt voor 4 rijstroken en een vluchtstrook. En is een andere variant is om aan de oostzijde van helemaal van de A4 eigenlijk een heel nieuw aquaduct aan te leggen. Waardoor het ook op dat moment goed mogelijk is om daar met 4 rijstroken onderdoor te gaan. Het goede nieuws hier is dat minister Cora van Nieuwenhuizen al extra geld heeft toegezegd. We hadden al 50 miljoen, daar heb ik nu 80 miljoen bijgedaan. Zodat we het ook in één keer echt helemaal goed kunnen doen. Zodat we echt aan beide kanten een extra rijstrook kunnen krijgen. Toch zullen de gebruikers van de A4 nog geduld moeten hebben. Eind van het jaar wordt bepaald welke variant het gaat worden. En pas ergens tussen 2026 en 2028 gaat dan de eerste spade de grond in.